Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vanochtend alle kinderen naar school gebracht. Liam die wou zijn drinken niet drinken. Ik denk dat hij iets van keelpijn heeft of zo. Maar hij is wel gewoon naar school, dus ze weten ervan daar. Ik heb dat ook gewoon gezegd. Ons staat altijd wel openheid en transparantie hoog in het vaandel. Dus wij zeggen zulke dingen ook gewoon. Ik heb hem ook een zetpil gegeven voor het geval dat. Niet dat hij koorts had, want hij had absoluut geen koorts. Maar ik heb hem wel gewoon naar school laten gaan. Puur en alleen omdat ik zoiets had van ja, hij speelt gewoon. Hij is gewoon vrolijk. Hij wil gewoon niet eten of drinken. Doet hij zo. Ja, wat er dan aan is, dat weet ik niet. Dus gelukkig zijn ze op school ook heel kundig. En als het niet ging, dan belden ze me. Dus dat is allemaal prima. Ik ben nu naar de fysio geweest en ze heeft me toch cannibalisme op me uitgevoerd. Jongen, echt. Jezus. Maar goed, hey, alles voor het goede doel. Afgezien van dat, ik ga heel eventjes rustig zitten. Eventjes uit- en inademen. En dan ga ik boven was doen. Dat is wel nodig. Daar ben ik niet echt aan toegekomen de afgelopen tijd. Dus dat is wat we doen. En voor de rest zien we wel hoe de dag loopt. Ik moet in ieder geval om 2 uur weg om Jordi te halen. En ik moet om 3 uur die andere 2 van de Bombex Wender weer ophalen. Liam en Sam. Dus dat. En voor de rest doe ik het heel even rustig aan. Maar dat komt wel goed. Oké, we hebben iets heel moois. Nee, Piet. Jordi is zelf aan het drinken. Goed zo, Jordi. Hij heeft heel lang gezocht en werd daarna zo moe. En toen heb ik hem gezegd en dat hij maar even moest gaan. Een stapje in de goede richting. Hé, papa. Wauw. Mami. Mijn papa te lang dan, man. Ja, papa was... Kijk, papa. Nee, hij gaat knoeien. Ja. Ja, dat is een poetsmoment. Dan gaan we maar even regelen. Maar hij heeft het wel gedaan. Toppie. Een hele goede morgen. Ik heb mijn haar kort. Ja. Ik was niet meer blij met hoe dat het groeide. Dunne lagen erin, et cetera. Ik was er gewoon niet blij mee. Maar ik heb het dus nu kort. Niet alleen ik ging naar de kapper voor vandaag, maar de rest van de Bambix-bende en Niels ook. We zitten nu te wachten in de auto. Sam is al aan de beurt, maar Sam haat het om naar de kapper te gaan. Echt gewoon haten uit de grond van zijn hart. Ja, Sam is nou aan de beurt, hè? En die is nu aan de beurt. Hij vindt helemaal niks. Hij zit hier te huilen als ik weet niet wat. Maar ja, kleinigheid jij toch. Dus dat. Daarna is het kinderen douchen en we zien het wel. Maar Sam houdt er niet van, in ieder geval. Nou, ik ben geknipt. Sammy is geknipt. Liam is geknipt. En onze Jordi is geknipt. En papa wordt nu geknipt. Ik ben ondertussen tosties en worstenbroodjes aan het maken. Zodat als papa dadelijk thuis is, dat we gelijk kunnen eten. Kindjes even hun nagels kunnen knippen. Papa die komt zo. Liam en Sam hebben dit buiten gespeeld. En nu zijn we lekker aan het eten. Ik heb tomatensoep gemaakt. Ik had nog pannenkoekjes. Ik heb sobrood gehaald. Dit is onze zaterdagmaaltijd. Gewoon lekker simpel, maar toch lekker. Dadelijk gaan de kindjes lekker in de douche en dan is het uiteindelijk weer tijd voor bed. Dus ja. En ik ben heel blij met mijn haar. Je ziet nu de krul weer terug. Ik vind dat best wel grappig om te zien. Zit je lekker te eten? Mama lekker gemaakt? Ja? Hi. Mama. Ja. Mama, een takkie. Oh nee, niet takkie. Je moet eten. Nee. Jawel, je gaat wel eten. Dus we gaan even verder eten. Hi. Wat vind je van mijn korte haren? Maar zo kort als toen.
Vind je dit nog te doen? Ja. Had niet veel korter gemogen? Nee. Kindjes? Die lagen binnen 5 minuten te slapen. Ja. Die hebben nog buiten gespeeld, Liam en Sam. Mm-hmm. En we hebben ze na het eten gedoucht. En toen zijn ze naar bed gegaan. Toen zijn we hier gaan opruimen, gaan poetsen, stofzuigen, dweilen, et cetera. Mm. En dan heb ik lekkers gemaakt. En wat gaan we nou doen? Neppe meisjes in de jungle kijken? Ja. Wij doen meestal wachten totdat zo'n hele serie klaar is. En dan kijken we het pas, want dan kun je doorkijken. Want daar houden we van, hè Niels? Mm-hmm. Dus dat is wat we gaan doen op deze zaterdagavond. Lekker chillen met die dikke billen. Dus dat. Een hele goede morgen. Ik heb ontbijt gemaakt. Dit is voor Liam. Ik heb mini tostietjes gemaakt. Hoe heet die dingen nou? Wentelteefjes. Wentelteefjes. Sandje. Komkommetje. Eitje. Fruitje. En voor Sam heb ik hetzelfde. Alleen ja, Sam heeft liever dit dan dat. Dus vandaag. En voor Jordi exact hetzelfde. Dus wij gaan lekker zondags ontbijten slash brunchen. Je ziet ook precies wat ze hier laten liggen, hè? Aan fruit. Liam is echt gek van watermeloen, laat de aardbei liggen. En Sam die is gek van aardbei, laat de watermeloen liggen. Druifjes doen ze tussendoor pakken nog. Liam heeft al zijn tweede croissantje. Hij wilde geen wentelteefjes. Want dat is nieuw, dat snapt hij niet. Tosti heeft hij wel wat gehad. Sam die heeft zijn tostietjes op. Wentelteefjes heeft hij bij papa geproefd, toen vond hij ze lekker en nou ineens niet meer. Dus het is niet zo dat hij ze niet lust, maar hè. De tosti's heeft hij nu al extra eentje van Liam gekregen. Dus hij heeft al extra gehad. Jordi heeft zijn bordje wel goed leeg. Mama. En Liam zit hier nu nog om chocoladepasta te dragen. Papa. Chocola? Ja, dat doet mama wel. Is geen probleem. Je hebt hier nog. Oh, je hebt daar nog. Doe die ook op eten dan. De zondagen zijn wel altijd de dagen dat ze het meeste eten, toch Niels? De brunch. Ja, de brunch. Ja, lunch, brunch, ontbijt. En weet je, ik doe dat met alle liefde voor hun maken. Sam heeft tosti nog gepakt. Ja, Sam heeft het tostietje nog gepakt. Ik doe dat met liefde en plezier voor ze. En het hele ding is gewoon, op school zal het toch altijd anders zijn dan thuis. Dus, laatste stapje. Wat dat betreft, hè. Behalve laatst. Laatst, ja, toen ik dat, die hele lunch had geregeld. Mm-hmm. Ja. Ja, mama snijdt hem even voor jou open. Dan doe ik het daarin. En nog even voor hem chocolaatje. En dan heeft hij 2 croissantjes voor op. Gewoon helemaal op. En kinka. Ja. Dan kan je weer gaan zingen, hè. Smakelijk. Goed zo. Alsjeblieft. Eet maar op. Ja. Alles op. Alles op. Hier zit op, hè. Die kun je eten. Dus dat. Ja. Op zondag is het gewoon lekker gezellig allemaal aan tafel. Zonder tablet. Dat is wel de regel in die zin. En dan zijn ze ook het minst chagrijnig en dan kunnen we het meest met ze. Dus dan gaan we ook allemaal liedjes zingen, smakelijk eten en dat ze goed eten. En eigenlijk zijn ze een heel gesprek aan het voeren met je, maar je weet de helft niet eens wat ze vertellen. Maar dat komt ooit nog wel. Ik heb boven gepoetst. Ik moet alleen de douche nog doen, maar dat doe ik van de week even. Ik heb ook kleding uitgezocht van de kinderen enzovoort. Niels, jij hebt? Ja, een beetje in de tuin gerommeld en de kinderen buiten afspelen. Ja, dus dat is Niels vanmiddag aan het doen geweest. We hebben een bezoek gehad. De buren die wilden allemaal weten hoe dat het was. En de kinderen die zagen allemaal speeldingetjes, dus die wilden ook graag blijven spelen. Ja, dat is voor ons allemaal geen probleem.
En nu zijn we lekker allemaal aan het eten. Liam wil niet eten, want die denkt bij zijn eigen gadverdamme broccoli. Maar ja, normaal eten die ze niet zo wel, nu ook niet. Maar ja, dat is zijn kinderen. Dus dat, ik heb in plaats van een schnitzel, heb ik en Niels hebben een tataartje en champignonsaus. Lussen ze ook niet. Dus prima zo. Maar goed, wij gaan verder eten nu. Poeh. De kinderen liggen in bed, liggen lekker te slapen. Ik heb alles klaarstaan. De tassen van Jordi, want Jordi gaat morgen als het goed is weer zwemmen. Of er moet iets tussen komen, dan gaat hij niet zwemmen. Maar in principe gaat hij op maandag zwemmen. Ik heb brood gesmeerd voor Niels. Ik heb brood gesmeerd voor Jordi. Morgen zijn Liam en Sam thuis. Dus ik heb alles in kannen en kruiken en opgeruimd en gedaan. Niels die, is even met vuil bezig. En die gaat zo vaak verder met voetbalwedstrijd kijken. Ik ga eventjes de vlogs editen. Zodat ik die morgen kan uploaden. En dat dat weer helemaal geregeld is. Ja, dus dat. Dus wat ik ga doen is, ik ga deze upsell nou afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.